Je bent overgestapt naar dat systeem met drie centrale verdedigers om het aantal tegendoelpunten te beperken. Zou je dat ook Ajax willen adviseren? Ja, die blijven maar altijd 4-3 spelen, alsof er niks anders bestaat in de wereld. Als er problemen binnen je elftal zijn, eerst achter begint om dat op orde te brengen en te zorgen dat je niet die ruimtes weggeeft. Wat gebeurt, maar zo zie ik het.